Oké, mensen, welkom terug. We hebben net deel 2 Gijzelsproei gehad en wij gaan nu door naar het derde deel van Rayman Origins. En dat wordt voor de vuist weg. Maar eerst gaan we even kijken welke personages we hebben vrijgespeeld. Dus ook naar de Snurkboom. En een soort blauwe Rayman ofzo. Even kijken hoor. Ik weet niet wat dit is, een soort rode kikker ofzo. Als het goed is, hebben we hier nog een paar dingetjes. Een blauwe kikker. Original Rayman natuurlijk. En een soort tovenaartje. En nog een soort zwarte tovenaar. Een soort duistere tovenaar. Maar... ja, we gaan gewoon spelen met een duistere tovenaar. Het lijkt me wel gezellig. Kijk wat deze man te zeggen heeft. Oké. Op naar de volgende missie dus. En ik ga nu proberen om gewoon vol dus de hele aflevering te blijven praten. Het zal moeilijk zijn. Het is de eerste keer eigenlijk dat ik dit doe. Maar laten we beginnen. En trouwens, ik speel met een controller, geen keyboard, want dat vind ik nogal lastig. Maar het kan zo zijn dat mijn batterij op is en dan moet ik met keyboard verder. Laten we hopen van niet. En we gaan proberen om een medaille te vinden. Nu. Het kan zo zijn dat ik niet goed verstaanbaar ben, maar dan moet ik dat eventjes nog regelen met geluid. Andere keer. Dus... dat zie ik straks wel als ik het ga terug bekijken. We proberen nu alle gele, ja, ik weet niet wat het zijn, vuurvliegjes te pakken. En oké, jammer. Maar dus we gaan proberen om nu een medaille te pakken. En dus moet ik deze stomme vliegje ook even pakken. Dit stomme vliegje. En dan... oh, nee, dat. Oké, nou, maakt niet uit. We gaan maar overnieuw. Even wennen weer, hoor, jongens. Volgende keer gaan we toch maar weer met de Rayman spelen. Lijkt me toch wel wat beter. En ik heb trouwens iemand nodig die een background voor me kan maken. Dus kan je een background maken, leuk, met allemaal verschillende games, dan moet je dat even melden. Ik hoor het graag. Je zal in mijn subbox komen en ik zoek ook nog gastrollen. Dus commenteert jij ook, ben je nog klein, dus je hebt nog niet zoveel subs. Dan moet je het zeker inzenden, dus een private message sturen. En dan, ja, zie ik wel of ik het upload of niet. Het moet wel natuurlijk een andere game zijn dan wat ik ga spelen. Dus geen Darkness 2. Want Darkness 2 wil ik ook gaan spelen nog. En daarop commentaten, dus... oké. En misschien dat ik nog een paar mensen zoek die met mij samen het kanaal gaan beheren. Lijkt me wel grappig. Dus ik hoor het graag voor jullie. En geef me tips natuurlijk. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Dus misschien dat ik langzamer moet praten. Kan. Weet ik niet. Maar ik ga nu in de description zetten. Een kanaal dat heet Epic Game. En je moet het zeker even checken. Als het goed is, kom ik daar ook op. Elke maandag. Dus. En ze posten ook andere gameplays. Dus dat zou ik even gaan checken als ik jou was. We gaan even onze roze mates bevrijden. En deze mensen eventjes vermoorden onder deze stekeloogige dingen. Haha.
even onze toverkracht gebruiken. We lijken wel een soort avatar of zo, weet je wel. Windkracht. Best wel epic. Nou, volgens mij hebben we nu de eerste kooi geopend. Nu nog twee te gaan. Dus let's go. Even kijken. Als het goed is, moeten wij 350 van die gele dingetjes hebben om een medaille te krijgen. Dat kan je zien linksbovenin. Daar zie je dus 117 van die gele vuurvliegjes. We moeten daar dus 350 van krijgen. Dat moet lukken, toch? Jammer. Zo niet, dan hoop ik natuurlijk wel dat wij 300 krijgen en dus nog extra twee van die roze gevalletjes kunnen openen. Of krijgen. Niet openen, maar krijgen dus. En ik raad Rayman echt wel aan. Ik had laatst ook iemand die zei van, is het vet? Dat is best wel vet, dat is oldschool natuurlijk. Ik denk dat iedereen Rayman wel kent van vroeger. PlayStation 1 misschien, of weet ik veel, Gamecube. Dus ik raad het jullie wel aan. Dat is wel grappig. Vooral als je je verveelt of zo. Het is niet al te moeilijk hoor, maar ik ben gewoon eventjes slecht. Slecht in gamen. Ik was natuurlijk editor, maar ja, maakt niet uit. Misschien dat ik een keer een tutorial kan maken van hoe je bepaalde dingen dus edit, dat zou ook kunnen. Moet je even comment plaatsen. Dan zal ik even kijken wat ik kan doen. Even kijken wat hierboven is. Let's check it out. Okay. Ah man, meen je dat? Weer helemaal opnieuw. Ik dacht al. Dan zou ik wel para worden, jongen. Die, bitch. Oké, jammer. Even deze opa neerhalen. Even met het handje weg. En dan door naar het volgende stukje. Oké. Parole. Oh shit. Dacht ik niet, kerel. Zo, het gouden muntje halen rechtsbovenin. En oké. Dat is wel jammer, ja, maakt niet uit. Gemiste kans. Oké, die hebben we dan wel weer. Kwaad. Oh man, meen je dat? Pff, gaat best wel slecht, maar ja. Ik speel trouwens nu wel met een Xbox controller in plaats van PlayStation. En ik raad het je wel aan als je net van voor PlayStation komt en je bent niet gewend aan PC. Dan kan je het best kopen, maar als je bijvoorbeeld Call of Duty wilt spelen, dan raad ik het niet aan. Dan moet je gewoon met muis en keyboard. Dus. Oké, die hebben we nu wel. Ik ben er net zo goed gewoon doodgaan als iets missen, maar ja, dat gaan we dus niet doen. Bederft het spel een beetje. Oké.
combo. Even kijken. Dit is het einde alweer, maar ja. Even deze gasten verslaan. En onze vrienden redden. Ah, het is dus niet gelukt om dus 300 van die gele vuurvliegers te krijgen. En dat is op zich wel jammer. Want nu hebben we, als het goed is, maar één van dat roze gevalletje vrijgespeeld. We zullen zien. Eén. En de tweede hebben we net niet gehaald. Maar ja, volgende keer beter. Ja, dit was het alweer. Duimpje omhoog natuurlijk. En we gaan even kijken wat we de volgende keer gaan doen. We hebben nu 12 van die roze blij gezichtjes. En we gaan de volgende keer... Laat je meevoeren spelen, dus duimpje omhoog en tot de volgende keer.